Olivia zo naar school brengen. Dan ga ik meteen door sporten. En dan om 10 uur een gesprek bij GGZ. Ik loop nu even naar boven om deze vrienden mee te nemen. Want het is er nog niet. Het zou er wel elk moment moeten zijn. Lia is er al klaar voor. Dus ik moet die naar school, loop terug en dan stap ik rechtstreeks mijn auto in. En dan kan ik bij de bus. Ik het wel even klaarmaken. Oké, kijk, hier ligt hij. Ook mijn gehele make-up tas, die ik natuurlijk heel netjes had uitgezocht. Dus. Ook mee. Ik zou klaar moeten gaan. Ik heb een shake meegenomen. Dus ik ga even mijn jas aantrekken. Telefoon alleen weer. Ik was gisteravond heel onrustig. In bed. Heel veel dwanggedachtes. Dus ik hoop echt dat ze bij GGZ gaan zeggen van ga maar beginnen aan de pil doorstrikken of iets. Zodat ik even kan ervaren hoe het is om even rust te hebben op dat gebied. Want ik slik nu zelfs wel antidepressiva eigenlijk. Denk ik dus daarvoor. En toch blijft het zo aanmodderen. En dat vind ik gewoon heel vervelend. Ik denk dat het gewoon geen kwaad kan om er even goed naar te kijken. Het lijkt me niet goed om elke maand met suïcidale gedachten rond te lopen. En dan snap ik dat PMS en je hormooncyclus begrijpen erbij hoort. Maar wat ik zeg, suïcidale gedachten of whatever, horen er denk ik niet bij. En ik krijg er weer paniek van, omdat ik het niet wil denken. En het ook niet wil, maar het zijn dan echt van die dwanggedachten die er dan zijn. Oké, okay, Lia. Ja, Sjaan. Gaan we naar school? Ja. Ja. Kom maar. Ga je verkleden? Nee, volgende week verkleden. Ik ga even je goed aankleden, want je bent nu half aangekleed. Wil je haar vast? Nee, ik ga het zo een kopje doen. Oké. Ik moet het dan wel even kammen, schat. Vergeten. Ja, mama, vergeten. Ik vind hem weer lopen. Ik was dus eventjes vergeten dat het vandaag studiedag was. Dus ik kom aan en alle. Het is donker. Ik denk, wat is het rustig? Nee, volgende week pas Sprookjesland. Het is studiedag. Oh my god. Nou, door de beamer is mijn scherm. Een paar uur verder. Make-up op het hoofd. Ik heb gesport. Het is helemaal fit girl. Ik ga even tanken. Ik moet naar Overveen. Mijn ouders hebben Lia lekker overgenomen. Dus is heerlijk bij Open Omen. Lekker de directrice aan het uithangen. Dus die heeft uiteindelijk nu een topdagje. God, dat stom. Maar dan hebben ze een studiedag. Maar dan plak je toch die studiedag op de vrijdag voordat de vakantie begint. Want nu is de studiedag. Heeft ze nog een week school? Oh, dat zal wel aan mij liggen. Ik stond er bij mijn goede gedrag. GGZ ging heel goed. Ik heb een leuke opdracht gekregen. En nog wat lijsten in te vullen. En ik heb even gehuild. Maar voor de rest ging het heel goed. Ik heb een gesprek met de vrouw waar ik ook de grote intake mee had. Dus dat vind ik zelf heel prettig. Want ik vind haar een hele fijne, rustige uitstraling en vibe hebben. Dus dat komt nu helemaal goed. Ongesteldheid is nog steeds niet gaande. Ik denk, nou, het moet nu wel vandaag gaan komen. Dus ik heb de tampons bij me. Maar nog niks aan het handje. Toch het derde kindje. Nee, de Kenny. Je Kenny. En ze zei dus dat ik nog uitgenodigd ga worden door een arts die gaat kijken naar alles qua medicijnen. En dan dus ook naar de menstruatie en wat we daarin kunnen doen. Daar kon zij verder niet zoveel over zeggen. Daar heeft dan weer iemand anders voor nodig. Maar goed, dat is ook helemaal prima. Ik ga nu 11:11 tanken. Even wat te drinken halen en dan rijd ik gewoon die kant op. Want het is in Overveen. En misschien kan ik daar nog eventjes mooi wandelen. Voordat we lekker een loetje gaan eten. Oké,
ik ben aangekomen bij Loetje Overveen. Ik was even vergeten. Ik vlogde al toen ik hier een keer eerder was. En het is echt een klote route van mij. Je moet overal tussendoor bij Haarlem. En het is echt chaos. Wat me echt een beetje... Ik zat echt te vlokken in de auto. Rij op de snelweg. Is driebaans. Je ziet vanaf de achterkant een ambulance met loeiende sirenes aankomen. Iedereen kon opschuiven. En ze schuiven gewoon niet op. Nou, schuift iedereen wel op. Blijft er één busje blijft ervoor rijden. Ik schuif op. Laat die effing ambulance er langs. Zo onbeschoft. Iemands leven ligt er misschien iemand half dood te gaan. En jij wilt eventjes op de linkerbaan blijven plakken. Doe eventjes normaal, man. Goed. Er kwam iemand aangelopen, maar die gaan de... In ieder geval, tot zover mijn ergernis van de dag. Ik ga mijn make-up een beetje bijwerken. En dan ga ik vast naar binnen. En dan ga ik gewoon vast aan de tafel zitten. Ik ga mijn ballen verzamelen om dat te doen. Het zit hier Haarlem. Een beetje kakbuurt volgens mij. Want er liep net een vent langs. Die keek me ook echt aan van, wat doe jij hier? Ik heb het aangedurfd. Maar er zitten heel veel kakkers. Dus misschien dat ik zo wat sfeerbeelden durf te maken. Maar vroeger ga ik niet durven. Maar ik ben naar binnen gegaan. En ik heb een koffie besteld. Sfeerbeelden. Noah, kijk eens naar mama. Dat is heel leuk. Je deed er wel zeer in. Oh, wacht. Vond je het toch wel leuk? Oma. Mama, kijk. Kijk op je hoofd. Kijk. Nou, hoe leuk zou ik zijn als blond? Nou, hartstikke Tim. Blond, Tim. Nou, dat is leuk. Ja. Ik kan het... En kort. Leuke Bob. Ja, leuke Bob en blond. Zal ik het doen? Sorry, ik weet alleen niet hoe dit precies werkt. Bij de 100.000 abonnees. Kijk. Kijk. Morgen. Kijk. Laat ik het doen. Lekker, hè? Ik ben dan wel meteen oud of zo. Nou, in ieder geval anders. Zou je me nog doen? Altijd. Ja. Goed antwoord. Ja. Ik heb eventjes niet meer gefilmd. Ik heb nog een klein beetje gefilmd bij Loetje. Maar we hadden privégesprekken. Laten we het daarop houden. En toen kwam ik thuis en dan kom je soms echt in zo'n rollercoaster thuis. Dat er van alles gedaan moet worden. Dus de kinderen liggen nu net op bed en ik... Ga aan die edit. Dus misschien is vandaag een vlog van 8 minuten. Maar dan doen jullie het er maar lekker mee. Ik had even niet zoveel inspiratie om te vloggen. Volgens mij heb ik al wel verteld over de intake. Dus dan heb ik daar nu weer een heel verhaal over vast te breien. Lia die heeft het echt fantastisch gehad bij Open Oma. Die heeft de dag van haar leven gehad. En al helemaal toen ze zeiden dat ze volgende week lekker bij Open Oma mag logeren. Dus... Zo weer iets om naar uit te kijken. En nu ligt ze natuurlijk lekker bij mij in bed. Ik kreeg heel duf van Jentel heet ze. Ze heet op Instagram mama van Lasse Noël. Ja, Noël. Dus die gaf mij een shout-out op haar Instagram. Dus dat is altijd heel erg leuk. Dat is lief. En ja, nou, meer heb ik even niet genomen. Sorry, ik weet dat ik niet. Maar ik heb het lekker toegedaan. Ik heb ze weer terug. Nou, ik ga verder. Dat was het toilet. Mijn vlog is beneden aan het opslaan. En dat duurt meestal wel eventjes. En nu is het feestje echt begonnen. Het was een beetje een dagje later dan verwacht. Maar... Ik had gisteren al mijn slaapmedicatie iets te laat ingenomen. Waardoor toen ik op bed lag, ik dus ging zitten malen. En nu dus weer lekker een paar paniekgevoelens ervaren. En ja, als nu het feestje begint, heb ik het dus vast ingenomen. Dan ga ik nu even, als je me
challenge heb gezien. Dit is magnesium aloe vera. En, die kan je dus mooi als gezichtsmaskertje ook gebruiken. Dus dat ga ik nu even doen. Zodat ik even een beetje extra magnesium krijg. En even dat huidje wat extra lief geef. Die zal het wel even zwaar krijgen met de hormoontjes. Soms gebruik ik verkleinwoorden op momenten dat ik denk van dat is nergens nodig. Dat gaat wel een beetje tintelen. Dus dit is toen met die magnesium challenge. Toen deed ik dus heel vaak veel magnesium. Die doe ik alleen 's avonds zeg maar onder mijn voeten. Dus dat voel ik nu aan mijn huid. Dan gaat het weer prikken. Als je dus merkt dat je eigenlijk op een gegeven moment op een goed niveau qua magnesium zit, dan prikt het niet meer zo erg. Heb ik het idee. Kan ook tussen mijn oren zitten. Oh, dat ik wel echt even prikken. Goed, ik ga het heel eventjes in laten trekken. En dan ga ik even onder de douche springen. En dan ga ik daarna lekker naast Lia kruipen. Ik weet niet, hij vindt mijn lamp beter om op te focussen dan op mijn hoofd. Die pies, ik weet niet wat het is. Oké, ik ga de vlog afsluiten. Ik ga lekker naast Lia kruipen. Ik kan nog even een serietje kijken. Die slaapt overal doorheen. Dus dat is altijd wel lekker. Ik ga jullie weer bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Doe even dat duimpje omhoog als jullie een leuke video vonden. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer bij een nieuwe vlog. Lieve mensen.